En de start is gevallen. Paarden onderweg en in het midden van de baan een bliksemstart zoals verwacht voor Ibson Boko. Ipsom Boko die neemt het veld op sleeptouw. Op de tweede plaats hebben we dan Gerson Boko. En achter Gerson Boko aan de binnenzijde Gently Boko. Nou, nou, nou. Met drie Boko's op weg naar de Boko-bocht. En daarachter sluit aan Freya van Jip. Deelnemers gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Die drie boko's dus in de Star Breeding Prijs aan kop van het veld. Naderen de boko-bocht in de volgorde. Dat Ipson Boko leidt. Ipson Boko, Gerson Boko op plek 2 en Gently Boko op plek 3. Maar er komt wat reactie in het veld. Aan de buitenzijde proberen paarden de positie te verbeteren. We kijken even of er geen paarden zijn die galopades hebben gemaakt. Dat is niet het geval. En dus hebben we de negen paarden in deze Star Breeding Prijs aardig dicht bij elkaar. Komen ze in de rechte lijn voor de tribune met zo dadelijk nog twee rondes te gaan. En was er een uitstekende start voor Ian Stardust, want die meldt zich daar al als um, tweede, derde paard aan de buitenkant. Ibsen Boko, Ian Stardust, Gerson Boko, daarachter aan de binnenkant Gently Boko en in het tweede spoor Freya van Jip. Achter deze paarden hebben we dan Thomas Bos vertegenwoordigd met zijn I'll Be There. Achter I'll Be There volgt dan op een lengte Mats Wester met Loverboy Freithout. En achter Loverboy Vrijthout zien we dan de laatste twee paarden. In aansluitende vorm. Dat mogen we zeggen, halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Foppa Twitel met Brian Vader is daar in ieder geval één van. En daarachter zien we ook André Bakker met zijn Covergirl. Paarden komen op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Zit volgens mij aardig tempo in deze koers. Best een langgerekte formatie. En Jimmy Snyder die geen zins van plan is om hier zijn compositieprijs te geven met Ipson Boko. Ipson Boko, dus die het lang goed heeft gedaan op Victoria Park. En hier normaal gesproken toch iets beter tot zijn recht zou moeten kunnen komen. Buitenzijde dan Ian Stardust. maar de reactie in het veld. I'll be there. Die wordt door Thomas Bos nu losgelaten. Gaat in het derde sport ten aanval. En doet dat als de paarden dan voor de laatste maand naar de overkant van de baan gaan. Met nog altijd Ipson. Boko aan kop van het veld. Gerson Boko op plek 2. Ian Stardust daarachter. En dan valt er een klein gaatje naar de overige paarden. En van die overige paarden is Albider uh, eigenlijk op dit moment de enige die serieus progressie boekt. En op het moment dat ik dat zeg, gaat er nog eentje mee. En dat is Loverboy vrijhoudt, met Mats Wester. Maar vooraan Ipsen Boko. Op dit moment als een grootvorst. Heeft hier de leiding galopade voor Ian Stardust. En dus komt binnendoor door Gerson Boko naar voren. Boko 1-2 in de Boko bocht. En daarachter is Uitgegaan dan een binnenzijde vrij. Paarden komen in de laatste rechte lijn. En Ibsen Boko. Ja, natuurlijk was dit eigenlijk het cadeautje van de dag. Hè? Zulke fantastische koers op Victoria Park. Jimmy Snyder. Hij kan zijn feestje al rustig gaan vieren. Wint het hier met een straat. Eh, tweede plaats. Oeh, door het stekvrijer van Jip. Dus wordt eh, Gerson Boko tweede. Close voor de derde plaats. Mogelijk aan de buitenzijde Covergrill. Of aan de binnenzijde Foppa Twietel. Daan komt ze rechter even. Wat dat betreft het laatste woord. Maar hier stond geen maat op. Ibsen Boko. Wat een ijzersterke en gemakkelijke winnaar. Het duurt heel lang voordat nummer 2 in beeld komt. En die gaat springend. Vrijer van Jip. Dus wordt tweede de 5. En ik denk aan de buitenkant de 7 als derde. Maar dat moeten we natuurlijk altijd nog even rustig bekijken.